kijkt naar deze video. In deze video ga ik jullie eindelijk laten zien hoe ik plan. Het heeft even geduurd, het spijt me zeer. Maar ik zat iedere keer te denken, doe ik het in het Nederlands, doe ik het in het Engels. Maar het gaat toch Nederlands worden, want dan kom ik net iets beter uit de verf, denk ik. Want in het Engels moet ik af en toe nog even nadenken hoe ik dat precies ga zeggen. Voor deze video gebruik ik de balansplanners. Deze heb ik gekregen. Ik heb er twee. En er staat ook een hele leuke winactie op mijn Instagram. Dus mocht je het leuk vinden om deze ook te krijgen, dan kan je er eventjes naar kijken. De balansplanner zelf. Ik kan deze even openen, want deze is nog leeg. Dan zie je niet al mijn informatie voorbij gaan. Heeft eigenlijk zo'n overzichtje van maandag tot en met zondag. Hier, als het goed is, onder zondag te vinden. Of, wacht. Hier is zondag te vinden, sorry. Ik gebruik zelf ook wel eens mijn MacBook om te plannen. En daar gebruik ik gewoon Apple Calendar. Dus mocht je dat chill vinden om te zien, dan moet je het even in de comments zetten. Dan maak ik daar een los video van. Want ik dacht, het is misschien wel chill om gewoon even te zien hoe ik plan. Zeg maar in een schrift of in een agenda. Deze agenda heeft dus nog geen data. Wat ik overigens heel chill vind, want soms doe ik een hele week niks. En soms ben ik 2 weken vol aan de bak. Dit is even een hele saaie afbeelding. En hier heb ik waarschijnlijk geen tentamenweek gehad. En heb ik alleen maar mijn lesdagen erin gezet. En hier heb ik dus een beetje drama gehad blijkbaar. En hier zie je dat ik best wel veel door elkaar heb geschreven. En dat is dan een tentamenweek. Wat ik jullie ook even wil laten zien is de indeling van de weeknummers. En dat je ook dus zeg maar een lijstje hebt. Wat ik overigens zo fijn vind, is dat je een focus kan opschrijven deze week. Hoe blijf je deze week in balans? Je hoogtepunten, een aantal notities. En hier kladder ik altijd gewoon een beetje wat to-do's. En je hebt ook een must-do. En die heb je dus ook, wat ik wel chill vind. Ik blijf zeggen wat ik wel chill vind. Die heb je dus ook hier. Hier heb je eigenlijk een balkje, maar daar zet ik altijd belangrijke dingen in. En hierboven kan je dat ook even toevoegen. Mocht je echt dingen hebben die je niet moet vergeten. En in de tentamenweek vergeet ik soms de stomste dingen. Ik upload elke week een vlog. Elke week op dinsdag. En in deze tentamenweek weet ik niet meer eens wat dinsdag is. En dan vergeet ik gewoon mijn hele vlog up te laden. Dus dan zet ik hem sowieso altijd bovenaan. Wat ik ook heb is dit dingetje. Deze heb ik toevallig een stickertje opgeplakt. Maar deze heb ik uit Spanje gekregen. En dit is eigenlijk gewoon een heel kort to-do listje waar ik eigenlijk altijd in begin met op te schrijven wat het blok inhoudt, in welke week ik welke stof heb, zodat ik het allemaal één keer op, in één opslag zeg maar kan zien en dan daarna gewoon door kan plannen. Dus dat gaan we ook doen. Ja, let's go. Hier heb ik even de planners nog één keer in beeld. En dan is dit de andere planner. Dus die is al behoorlijk gebruikt door mij. Dus deze leg ik even aan de kant. En dan beginnen we met de to-do list. Wij werken in dit blok in modules. Dus ik noem dit even module 1. En normaal noem ik het eigenlijk week 1. En in module 1 heb ik hoorcolleges. Werkgroepen. Dan moet ik eigenlijk even tellen hoeveel hoorcolleges. En dan zet ik dat er meteen onder. En ik weet niet of mensen van andere universiteiten ook blokboeken hebben. Maar daarin kan je dit eigenlijk allemaal vinden. En ik heb toevallig ook kennisclips. En soms heb je practica. En dan kan je dat zo een beetje indelen. Dus dit is mijn eerste deel. Hoorcolleges, werkgroepen. En hier interactief colleges. En dan weet ik dat ik ook nog kennisclips heb. Mocht ik dan klaar zijn, zet ik hier een vinkje achter. En tada. En dit doe ik dan eigenlijk ook voor module 2, 3, 4 en 5. Ik plan dit voor de week, eerste week na de vakantie. Dus dan ga ik het ook even invullen. Dus de maandag is dan de 10e. Nou, dan ga ik naar mijn rooster. Mijn rooster die vul ik dan vervolgens gewoon standaard in op de dagen waarin ik les heb. Zodat ik dan weet van, hey, dit is les en dit kan ik er buiten nog plannen. Maar ik heb ook een toets die maandag. De Crux-toets, a.k.a. VGT. Is dat zo? Voor VGT? VGVT? VGT. Maar in ieder geval die rotte toets van geneeskunde die elk jaar, een aantal keer per jaar terugkomt. Ik wil er even niet over praten, want het is geen leuke toets. En dan blok ik eigenlijk dat deel in mijn agenda.
En bij de planner komt deze. Oeh. Bij de planner zit deze. En dan doe ik vaak zo eventjes een klein lijntje. En dan weet ik dat ik van die tijd tot die tijd volgepland ben met hoorcolleges. Niet dat ik het leuk vind, maar het is nou eenmaal zo. Oh ja, dit is een beetje lelijk, maar dat komt omdat ik eigenlijk best wel lastig moet filmen. En daar moet ik nog een beetje een oplossing voor vinden. Nou, dit is dus eigenlijk mijn week voor uni zelf. En dan plan ik nog dingen in die ik dan moet gaan studeren. En dat is bijvoorbeeld dit. Van week 2, dat heb ik eigenlijk volledig overgeslagen in de vakantie en voor de vakantie. Dus dan moet ik dit er eigenlijk nog allemaal in gaan werken. Tot hoe lang het duurt, ik hoop niet tot te lang, maar ik zet hem even in tot 10. Heb voor IC2. Zet ik er dan iets van een bolletje achter of ik zet met zeg maar deze kleur, doe ik even zo. Dan weet ik dat ik die heb ingepland. En zodra het dan af is, zet ik er een vinkje achter. Maar dat is nu nog niet, dus het is verboden om dat aan te raken. En dan ga ik het een beetje opmaken, zoals ik normaal ook doe. Let's go! Deze maak ik in deze hoekjes even zo. Dan weet ik dat ik het kan aankruisen als ik het gehad heb of als het af is. Ik vind het gewoon een fijn idee. Dat heb ik eigenlijk altijd al gehad, dat ik het heel prettig vind om vinkjes te zetten. Groen vakje voor als het ook af is. Kan je hier dus eigenlijk gewoon plakken. Maar soms vind ik het gewoon chill om te schrijven. Alleen eigenlijk kan ik het er gewoon in zetten. Tandarts, Pasen, Goede Vrijdag, Oudjaarsdag, vakantie. Nou, dat gebeurt me niet heel vaak vakantie. En hier zie je dan even van dichtbij de planning voor mijn schooldagen. Plaats deze erin. En dan zorg ik dat die today er bovenuit komt. En dan is hij dus heel makkelijk te vinden als je hem dicht hebt gedaan. Dan kan je hem gewoon zo openslaan en dan komt hij op de juiste data. Ik ga nog even de rest invullen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was hoe ik het dus doe. Dus ik gebruik deze. En deze kan ik nu ook allemaal afstrepen. Die heb ik nu allemaal ingepland. Zodra het klaar is, komt er hier een vinkje achter of een kruisje of wat dan ook. Dus ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En mocht je hier achteraf nog vragen hebben, dan kan je die altijd even stellen. Dit was dus eigenlijk een beetje een korte video over hoe ik plan. Nogmaals, het is voor iedereen ook een beetje verschillend hoe je dat gaat doen. Dus ja, heel veel succes met het plannen. Mocht je nog vragen hebben, laat dan even weten. Doe even een duimpje omhoog als je wat gehad hebt aan deze video. En abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer bij een andere vlog. Doei!